Dat kindercarnavalcomité KVC De Weltse Bokken bouw kunstwerk met speelruimte. Jeff. Dag Jeff. Ja, ik denk dat Walter denkt dat beter in je plaats. Walter, nee? Mag niet. Als ik maar op. Okay. Doe maar. Geen probleem. Dit is zo dus dat naar aanleiding en zo is het denk ik het heel wat ontstaan dat er dit jaar spijtig genoeg door de pandemie van corona weer geen carnavalstoets zou kunnen uitgaan. Dat er in het verleden toch wel heel sterk gewerkt is vanuit de verschillende gebuurten aan die carnavalswagens. Dat daar vanuit een aantal mensen een idee gekomen is om een soort kunstwerk met speelruimte te maken, dat dan midden in het dorp zou kunnen opgesteld worden. Daar zijn allerlei ideeën rondgekomen en uiteindelijk zijn zij gekomen tot een vrij kindvriendelijk iets waar zij aan bezig zijn. Weliswaar gebed binnen het carnavalscomité, waar een heel aantal mensen bij betrokken zijn. En men vraagt vanuit de gemeente om inderdaad de nodige materialen ter beschikking te stellen. En de gemeente heeft gesteld dat waar zij vermoeden dat dit geheel een 15.000 euro zou kosten, dat de gemeente maximum 10.000 euro kan bijleggen in dit geheel, waar dat zij dat kunnen ontwerpen, kunnen bouwen, wat ook goedgekeurd wordt naar de veiligheid als speelinstrument en wat een lokaal, centraal in het dorp een plek zal krijgen om daar gezet te worden en in de toekomst gebruikt te worden. Dat is het voorstel. Mensen hebben er heel dikwijls over gepraat. Het zijn een heel enthousiaste groep van bouwers die dat binnen het carnavalscomité tot willen realiseren. En, ja, Kim? Opmerking of vraag? Doe maar. Ja, dankjewel. Een heel tof initiatief. Allee, we denken inderdaad dat die bouwers, we horen dat toch van verschillende kanten, dat daar heel veel tijd in gestoken wordt. Dus het principe op zich zijn we helemaal mee. We hadden alleen wel een aantal vragen. We weten bijvoorbeeld dat als je een speeltuig wilt zetten op een schoolplein of maakt niet uit, op een openbaar domein, dat dat wel aan heel wat veiligheidsvoorschriften moet voldoen. Ja. Dus de vraag is een beetje van op welke manier wordt dat hier, gaat dat gecontroleerd worden of gaat dat gecheckt worden? Een tweede vraag is de subsidie. We lazen dat het 10.000 euro was, maar als ik het goed heb gelezen, is het wel natuurlijk, zoals we dat denk ik altijd doen, op vertoon van onkostennotas. Die 10.000 euro, hoe komt men, is dat een beetje een raming? Of heeft men, want we vonden dat precies wel heel veel, dus vandaar. En een laatste was, we vinden het eigenlijk zo'n leuk initiatief, maar misschien is het een heel zot idee, dat we ons afvroegen of dat ook mobiel kan zijn. En dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen, we doen dat een maand of anderhalve maand in Weelde en dan anderhalve maand in Ravels. En dan, ik weet het niet, het is misschien een te zot idee en met die veiligheid kan het niet. Maar we zouden het leuk vinden, moesten we het misschien ook naar de deelgemeente kunnen verplaatsen. Dus dat waren de vragen die we daar rond hadden. Maar nogmaals, in principe, daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, terechte vragen, Kim. Ook zeker wat die eerste betreft. Ik vind dat prachtig dat je daaraan denkt. Wij hadden die bezorgdheid ook. Het is zo dat wij als gemeente aangesloten zijn bij, en ik ken van buiten de naam, bij een dienst van IOK die jaarlijks onze speeltuigen allemaal nakijkt. Hè, en daar een certificaat voor uitgeeft dat die veilig zijn. Dus dat is ook belangrijk dat u en alle mensen dat weten, dat alle speeltuigen in Ravels jaarlijks gekeurd worden op veiligheid. We hebben die man die daarvoor verantwoordelijk is binnen IOK hier ook bij betrokken. En die bekijkt dit mee. Dus dat het inderdaad naar veiligheidsaspecten voldoet. Dat is wat dat betreft, die 10.000 euro, zij hadden een raming van 15.000 euro. Dus we hebben gezegd, ja, er moet ook een deel uit uzelf komen en er moet ook maar wat bespaard worden. Vandaar dat het carnavalscomité zelf daar ook een stuk in bij ligt. En dus wij ook een gedeelte. Hè. Het idee van het te verplaatsen, dat is een mooi idee, maar dat is niet haalbaar, want het is zo'n zwaar spel. Maar het is eigenlijk wel een goed idee. We hebben er eigenlijk ook niet aan gedacht, eerlijkheidshalve.
Het gaat hier centraal komen te staan op het Marktplein, op dat klein perceeltje aan school, waardoor dat ook het school er wat gebruik van kan maken. Het is echt een kindvriendelijk speeltuig. Allen daarheen. Oké. De link wordt doorgestuurd. Goed, dan heb ik nog personeelovergang.